We geven aan niemand garantie, ook aan hem niet, oké? Begrijpen? En je gat stinkt, dus trek je broek aan. En doe je teensletjes uit, want ze stinken. En geen seks vandaag. Nee, ook niet in jouw poepje. Oké, dat is vies. Wauw, zo'n grote porno studio met 8 live beelden. Wauw. Ja, mother, dat is net een gewend. We zijn van een grote Pabo klant in dienst en we komen hier even kijken of het allemaal goed gaat. We komen u melden dat uw garantie niet geldt. Punt. En dat zijn we zo. Ik zat hem in zijn olletjes proppen met dildo. Hij is ontploft toen hij in mijn haartje gepropt werd. Dit was een erfstuk van mijn oma en ik heb het verneukt. Ik bied mijn teensletjes aan. Huh? Ik bied mijn teensletjes aan. Ik bied bij mijn beide teensletjes aan. Eén als gezegd. Alsjeblieft, neem ze aan. Uit de kantje, de garantie geldt niet, ook geen teensletje. Heb je dat begrepen? Pabo ziet dat niet. Punt. Uit. Ja, we hebben wel nieuwe modellen. Ja, nieuwe modellen van Alien ReLife. Allemaal uit Japan. Gekregen. En het is in onze catalogus. En het is echt verzekerd. Het doet pijn in je hol, maar goed aan je lul. En ik heb het uitgeprobeerd. Dat kan allemaal goed zijn. Ik weet nog goed de oude vorige levering van mijn oma's dildo. Het was... pijnlijk. We werden overrompeld. De dildos vielen uit de hemel. En we konden er niks aan doen. Wat een service hebben jullie wel niet opgebracht. Pabo. En nu uit mijn huis. Ik haat jullie allemaal. Pull het af, jong! Jullie zijn een belediging van de porno-industrie. En jullie dildo's deugen niet. En jij met je jodenkrullen. En je baart kittelt aan mijn ballen, ouwe. Kom, we zijn nu weg. Oh, wat een vismeleeftief vent, man. Ik heb mijn teensletjes afgegeven.